Zo. Nou, het is niet echt de allerbeste pose die er is, maar goed, in ieder geval. Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op Itzel Tracks, de enige echte natuurlijk. Nou, ik ben inmiddels in Rotterdam ben ik. Ik heb geen video opgenomen. Ja, nu heb ik een video opgenomen. Maar het komt er elke keer niet van. Dus ik had echt zoiets van, ik ga gewoon nu een video even opnemen. Want ik zou nog even een video opnemen, in ieder geval. Het is vandaag zaterdag is het. Als het goed is, wordt die of morgen of vandaag nog online gezet. Moet ik even kijken hoe dat gaat. Ik heb maar 13 minuten video waar ik op kan nemen, dus ik moet snel wezen. En ik moet ook niet te veel want dat kost allemaal weer editwerk allemaal. In ieder geval ben ik op vakantie geweest. En dat was dus hetgene wat ik dus ging doen. Ik had de grootste aankondiging van, ik ging allemaal leuke dingen doen. Marveld geweest, dus jullie weten het. Er is er helemaal niks van terecht gekomen. Momenteel ben ik weer terug. Ik ben gisteren thuisgekomen en in de vakantie heb mijn nichtje op dribbel gepast. Jullie weten het, Bokito is al overleden. En ik heb afgelopen maandag heb ik dribbel moeten laten inslapen. Het ging niet meer, hij was erop, hij liep helemaal mank, dat had ik al een paar keer gezegd, dat hij ontzettend mank liep. Ik weet niet of ik dat in de video gezegd heb, maar hij liep heel erg mank, liep hij. Zijn benen waren gewoon helemaal hij was gewoon helemaal verlamd was die. Er waren zelfs één been afgestorven en de tweede was ook al bezig. Dus ja, allemaal ellende allemaal jongens, allemaal ellende. En het is voorbij. Ik heb nu helemaal niks meer. En ik zat er nog aan te denken van, als ik terugkom van vakantie, neem ik een andere kat. Dat ga ik voorlopig niet doen. Ik ga geen andere kat nemen. Ik wil voorlopig dit verlies eerst even verwerken. In 2 weken tijd 2 katten verloren. Vervelend, het is echt niet anders. Ik moet het ermee doen, ik moet het ermee handelen, hoe moeilijk het ook is. Het is gewoon moeilijk. Het is een moeilijke keuze wat ik heb moeten maken, maar het beestje had echt zoveel pijn. Het kreeg ook zelf geen lucht meer. Dat last van zijn luchtwegen had hij. En nog een paar andere dingen, maar dat vind ik niet zo echt relevant om dat te zeggen. In ieder geval, ik heb hem moeten laten inslapen. Dus ik heb nu helemaal geen katten meer. Eerst Bokito dood en 2 weken later in mijn vakantie dribbel moeten laten inslapen. Dat is het dus. Heel moeilijk allemaal, heel lastig allemaal. Vervelend hoe het allemaal gegaan is. Voor de rest heb ik een leuke vakantie gehad. Ik had al tegen de jongens gezegd van, het was de bijna perfecte vakantie. Mijn tante was mee. Ik heb 1 video opgenomen. Jawel, ik heb al iets meer opgenomen dan wat ik normaal altijd opneem in Marveld. Die vlog die gaan jullie binnenkort zien. Misschien maandag of zo, of dinsdag. Moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Maar in ieder geval is dat toch even hetgene wat ik wou melden. Dribbel, Bokito is er niet meer. En Dribbel is er inmiddels ook niet meer. Die is ook overleden. Dribbel 14 jaar geworden. Bokito 13. Ik heb alles in die 13, 14 jaar gedaan om om ze een zo perfect mogelijk leven. Ik hoef mij niks te verwijten. Ik heb er alles aan gedaan om om ze een fantastisch leven te geven. Ik heb er 14 jaar voor gezorgd. En het is gewoon heel moeilijk. Het is heel lastig. Maar ik ben nu inmiddels, als ik thuis kom, ben ik al een klein beetje aangewend. Dat klinkt heel snel.
En heel drastisch allemaal. Maar ja, ik moet ook verder met mijn leven. En ja, om een kat zoveel pijn, ellende en ja, vooral de pijn te laten lijden. Dat was gewoon, ja, dat is gewoon onmenselijk, ondierlijk is het om een kat zo te laten lijden. En ja, helaas heb ik dus de beslissing moeten maken omdat hij zo verschrikkelijk slecht was. Om hem te laten inslapen. Dus ja, dat komt even hard aan. 2024 is nou niet echt het allerbeste jaar. Momenteel. Er komt nog een vlog aan. Ik heb nog een vlog opgenomen in Marveld. Die gaan jullie binnenkort zien. En momenteel heb ik eventjes weer de tijd nodig. Zoals met Bakito ook. Om het te verwerken. Ik ga hem ook neerleggen. Ik maak het niet al te laat. Ik weet ook niet. Ik sta hier op de Bergse Laan. Sta ik hier in Rotterdam. Ik weet niet of dat je hier betaald moet parkeren. Dus ik ga te snel. Ga ik er weer een eind aan breien. Voordat ik dadelijk een bekeuring krijg. Ja, ik zit in de auto in ieder geval. Maar ik moet weer gaan rijden. Ik ga weer naar Spijkenisse terug. Ik moet nog 23 kilometer rijden. Dan ben ik weer thuis. Dus ik ga lekker naar huis toe. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, ja, laat een berichtje achter. Ja, met wederom een condoleance. Ja, het is helaas niet meer zo. Ja, het heeft ook weer voordelen. Kan de deur nou wagenwijd openzetten. Ik hoef niet meer te verzorgen. Kan binnenkort kan ik sneller, ja, langer op vakantie en meer op vakantie. Dus ja, dat heb ik wel weer voordelen. Maar ja, het waren wel mijn kindjes. En dat is echt wel heel pijnlijk. Ik heb er heel veel verdriet van dat ze er niet meer zijn. Maar het leven gaat verder. Hoe moeilijk het ook is, het leven gaat gewoon verder. En we gaan gewoon door. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken, jongens. Abonneer, belletje, aandrukken voor de notificaties. Liken en stuur even weer een berichtje achter. Ja, weer snechts. Weer slecht nieuws van Itzeltrex. Ja, het is het gaat ineens met bosjes allemaal tegelijk allemaal. Het is onvoorstelbaar. Dat in 2 weken tijd dat je alle 2 je katten kan wegbrengen. Echt verschrikkelijk. Maar goed, in ieder geval bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende. Bye bye. Hoi. En dit is mijn uitzicht. Jongens, groetjes. Hoi hoi.